Ben Woldering. Nou ben ik toch wel benieuwd, je bent hier op dat feestje. Hoe goed is Vodafone Ziggo een klant voor jou? Ja, Vodafone Ziggo begon natuurlijk ooit als Libertel in Maastricht. Dus heel leuk om hier bij de opening allemaal bekenden weer terug te zien. Ook zijn bij je gebleven? Ja, er zijn klant gebleven. En met Vodafone Ziggo is het gewoon nu wel een grote speler op de Nederlandse markt. Ja, dus ze zitten bij internet.nl en je hebt ook op een gegeven moment het complete pakket en zo. Ze zitten overal. Hoe toen jij die combinatie hoorde, Vodafone plus Ziggo, wat dacht jij toen? Dat het een sterke combinatie zou kunnen gaan worden. Natuurlijk wel. Niet van, hè? Nee, wel twee verschillende culturen. Dus ik denk goed dat ze nu een nieuw hoofdkantoor hebben waar het letterlijk samenkomt. Maar als je kijkt naar de coax-infrastructuur, de fixed infrastructuur en aan de andere kant het mobile stuk. Ook met 5G, die snelheden die gaan alleen maar omhoog. Factor 10, factor 100. Exact, alleen net ook terug uit Londen, daar op een 5G-forum geweest. Je ziet wel dat spectrum en de fijnmazigheid van het netwerk qua capaciteit blijft dat een uitdaging als iedereen tegelijkertijd online gaat. Stellig in het voetbalstadion blijft nog altijd een dingetje, zeg maar. Dus als je die offload kan doen op het netwerk, dus met een fixed infrastructuur, dan heeft dat zeker zo zijn voordelen. Dus ik denk, maar even voor jou. Je hebt ook een website waar je al die totaalpakketten. Zie je dat mensen dat meer zoeken langs, want niet alleen maar bellen en niet maar internetten, maar dat ze echt zeggen, ik wil gewoon één pakket met allemaal verdubbelaars en betere pakketten en zo. Ja, we zien dat behoorlijk groeit. Dus, ook, is dat 10%, 20%, 50%? Nee, ik kan er niet zo een percentage aan hangen, maar die filters worden steeds meer gebruikt. Je zegt, ik wil een abonnement fixed en ik wil mobiel combineren, zeg maar. Dus het animo ervoor neemt toe. Hey, hoe is het met jou? Wat zijn jouw nieuwe dingen? Want je bent nu ook al eindeloos veel jaren bezig, al 20 jaar met deze hele bedoeling. Klopt, en... Net terug uit Londen van het 5G-congres. En dan zie je wel dat we de landen om ons heen op dit moment sneller aan het doorpakken zijn dan wij hier in Nederland. Dus als je bijvoorbeeld naar de UK kijkt, daar hebben ze de veilingen al gehad. Die veilingen die moeten hier nog gepland worden. Ja, kom op overheid, ga die veilingen nou eens doen. Want vandaag hebben we gewoon aangekondigd geworden van Jeroen en van ook van Fries. Ze willen gewoon naar 5G. Exact. En het is ook nodig, want die latency op 5G is een stuk beperkter. Dus, pak de 100 keer meer bandbreedte. Exact. Dus, 1000 keer meer gigabits, zeg maar. Ja, dus voor dat autonomous driving vindset gaat het. Dat ze mijn auto op afstand kunnen gaan overnemen als ik even niet geen tijd heb. Ja, exact. Nee, maar voor de Nederlandse overheid gewoon essentieel dat we met elkaar nu om de tafel gaan met defensie voor het probleem met die 3,5 gigahertz, voor het spectrumprobleem. Want denk maar niet dat Apple of Samsung voor Nederland aparte devices gaat maken op een andere frequentie. Kom op defensie, kom op, ja. Maar ondertussen moet veiligheid en economie ook hand in hand gaan. Dus industrie en defensie gaan met elkaar praten, overheid erbij. En gaat het jij bent lekker bezig met 5G, dat is natuurlijk gewoon standaard nieuw business. Ja. Wat gaat Ben nou eigenlijk doen, fundamenteel anders? Wat is jouw nieuwe ding? Ja, we zijn met blockchain volop bezig in die energietransitie. Ja. Bij de blockchain hackathon in Groningen heeft het Bencom team het prijs gewonnen. Daar zijn we volop mee bezig. Omdat, je had de prijs gewonnen, hè? Ja. Jouw team. Precies, dus daar wordt volop ingezet nu. Met de zorgverzekeringen op dit moment heel druk met... Poliswijzer.nl, kijk daar nog even, vind dat of je goed verzekert. Ja, ik moet ook even mijn nieuwe verzekering uitzoeken, want ik heb geen idee. Ja. En dan wil ik inderdaad ook kwaliteit kunnen aangeven, dat kan ik bij Ben wel inderdaad doen. Dus je bent nog niet verveeld, je gaat nog even lekker door met je imperium. We gaan lekker door, absoluut. Dankjewel. Mooi.